Voor mij betekent een brownfield een voormalige industriële site of een voormalige vervuilde site die herontwikkeld wordt naar een nieuwe, niet meer vervuilde site die een invulling heeft ofwel wonen, ofwel opnieuw industrie, ofwel diensten. De site was eigenlijk al jaren leegstaand. Er was al een sloop gebeurd van de bovenbouw. Het terrein was onderbenut. Het was enkel nog een betonplaat die aanwezig was. Het was zo'n beetje in de buurt de plaats waar de jongeren rondhingen. Kattenkwaad gaan uithalen, vuurtjes gaan stoken, graffiti gaan spuiten, noem maar op. Op de site, de Draad, stond ooit de staaldraadfabriek van Trefil Arbeid. De zogenaamde puntfabriek. Maar na 150 jaar trouwe dienst moest de fabriek in 1993 de deuren sluiten. Na 8 jaar verwaarlozing kreeg de site een nieuwe bestemming. Wat een beetje uniek is aan deze site, is dat we een aantal functies met elkaar proberen verweven. Uiteraard wonen, recreatie, stukje groen, maar ook bedrijven. En dat is uiteraard wel heel erg belangrijk. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar het is wel denk ik een heel boeiende manier om naar een site zoals dit hier te gaan kijken. Het is hier goed gelegen, zowel bij stad, natuur, Gentbrugse Meersen zijn hier niet ver, sport en recreatie zijn er ook in de buurt. Je kunt de tram openbaar vervoer nemen, dus de ligging is prima. Het is hier rustig ook aan een park. We komen ook heel vaak hier op het speelpleintje en kinderen op de speeltuin. En ja, er zijn nog wel wat speelpleinen in de buurt. Het is gewoon heel fijn om ja, zelfs het wel iemand, dat is heel fijn. De herbestemming gebeurde via een brownfield convenant. Dat zijn samenwerkingen tussen private en publieke partners en de stad, met als doel verlaten bedrijventerreinen, de zogenaamde brownfields, om te vormen naar aangename woon- en werkomgevingen. De convenanten geven financiële ondersteuning en zorgen voor een goede samenwerking tussen de partijen. Het convenant zorgt ervoor dat er enerzijds vanuit de ontwikkelaar garanties gegeven worden, wat de doelstelling is, naar mobiliteit, naar duurzaamheid, maar anderzijds is er ook een aftoetsing vanuit de overheid, dat die garanties effectief ook bekrachtigd worden en uitgevoerd worden. En net dan is zo de methodiek van een brownfield convenant uiteraard wel een heel sterke methodiek. Hè? Van bij het begin de verschillende doelstellingen die je hebt oplijsten, alle nodige partners betrekken en er een stukje voor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan. En als je even in het begin de tijd neemt om dat te doen, kan je daarna heel snel schakelen, goed vooruit gaan en kom je tot prachtige resultaten zoals hier. De buurt kan hun opmerkingen geven, zaken die zij belangrijk vinden, voornamelijk naar mobiliteit en toch heel specifieke vragen. Wat zal er nu in de plaats komen? Komt daar misschien meer groen? Dus daarom voorzien wij ook steeds in ons project een mooie groene ruimte waarbij de buurt mee kan participeren in heel het project. Dus als buurtbewoner krijg je inspraak via infovergaderingen en projectcommunicatie. De brownfields worden bovendien volledig gesaneerd in samenwerking met OVAM. Zo maken we plaats voor een duurzaam, groen en kwaliteitsvol woon- en werkweefsel.